Het aantal COVID-19-besmettingen in Nikeri, Koroni en het resort Kabalebo neemt enorm toe. Terwijl dit gebied tot maart van dit jaar geen enkel COVID-19-geval kende, zijn er nu 120 positieven geregistreerd. De meeste van deze gevallen komen uit Nikeri, te weten 91 besmettingen. Gezien het Mungra Medische Centrum en het Staats-Loucher-gebouw bijna geen plaats meer hebben, wordt het VHP-centrum klaargemaakt als isolatieplek. Senrita Gobarden, districtscommissaris van Nikeri, deed vandaag tijdens een persconferentie van het COVID-team nogmaals een beroep op de samenleving om zich te houden aan de Mohana-maatregelen. Het Mungra Medisch Centrum werkt ook aan de opschaling van de medium care unit van 2 naar 7 plekken. Daarnaast werkt het ziekenhuis volgens directeur Shaista Abdul ook aan het vergroten van haar isolatiefaciliteiten en plekken voor patiënten die intensieve zorg nodig hebben.